Ik ben Nora, ik ben 11 jaar. Ik heb dit jaar meegedaan aan de Designathon, omdat ik heb dus een opa en die is een uitvinder. En mij lijkt het wel heel erg leuk om ook zoiets dan te doen. En iets uit te vinden dat de aarde beter kan maken. Door de CO2 hebben we weer een heel grote klimaatverandering. En door de klimaatverandering kunnen heel veel wilde dieren en planten niet meer zo goed leven. En wij werken nu aan het probleem van te weinig ruimte op de wereld. Omdat heel veel koeien nemen heel veel plaats in en planten nemen heel veel plaats in. Waardoor heel weinig ruimte op de wereld is om nog wilde planten, wilde dieren te laten leven. We hebben bedacht voor meer ruimte op de wereld. Om misschien dingen onder water te doen en maken. Bijvoorbeeld een soort van een grote koepel. Omdat er heel veel weinig ruimte op het land is. En onder water weet ik dat er heel veel zeeën en oceanen zijn. En daar kunnen we dat heel makkelijk maken dan. Dus dan zijn we nu bezig met een idee van een koepel onder water. En daar dan wat planten te plaatsen zodat er ook heel veel zuurstof daarvoor is. En daar te beginnen met planten maken en verbouwen. Nou, door mijn idee worden planten, maar ook dieren geholpen en ook uiteindelijk een beetje mensen. Nou, ik vond dat best wel belangrijk, omdat er komen steeds meer dieren bij en steeds meer planten. En die maken we dan de hele tijd kapot en op een gegeven moment kunnen wij ook daar niet meer door leven. Ik vind samenwerken altijd wel handig, omdat je dan met meerdere ideeën samenkomt. En dan samen nog een beter idee iets kan vinden. Ik vond het wel een beetje spannend van die feedback, omdat het zijn grotere mensen en iedereen vraagt, zegt dan al wat dingen tegen je waarvan je dan niet altijd begrijpt wat ze mee bedoelen. Of dan zegt ze opeens een rare vraag waar ik nog helemaal niet over na had gedacht. Ja, ik denk dat die feedback wel zo handig is, omdat dan kan ik weer andere dingen leren en over andere dingen het extra en beter te maken.